tevreden zijn, maar het is toch een hele prestatie. En dan gaan we kijken naar die finale boven 100 kilogram. Tmenov, de Rus in het blauw, duidelijk lichter dan Pepic, het Slowakije. Sterke mannen. Goed vast, net boven de band. Je mag niet de band vastpakken. Uchimata, een heuptechniek ingezet. En overgenomen die aanval van Pepic. Ook weer op het randje, op het rode gebied. Maar natuurlijk hoort het rode gedeelte bij de wedstrijd. Mat bij het wedstrijdgedeelte. Kijkt u, wit valt aan en overname. Er raakt uit balans. Pepic en Tmenov kon overnemen. En de lichtste wint die klasse boven 100 kilogram. Goud voor Tmenov. En dat is zeker een grote verrassing.